Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Ik heb vandaag de veel aangevraagde What's on my iPhone. Dus dat ga ik vandaag allemaal aan jullie laten zien. Ik ga even een schermopname aanzetten en dan kunnen we beginnen. Ik zal hier even ruimte maken voor de iPhone. Nou, als eerst zien jullie mijn homescherm. Die heb ik lekker simpel, beige, licht. Maar ik heb hier wel mijn vision board als tweede slide. Soms heb je even wat meer motivatie of wat dan ook nodig. En soms heb je juist liever die focus. Als ik unlock, dan is dit mijn eerste pagina. Bovenaan zie je de agenda. Daar zit ik eigenlijk alles in. En dan heb ik het recent opgedeeld in mapjes met affirmations. Ik zag iemand dat doen en ze zei, het werkt zo goed. Dus ik dacht, nou laat ik dat ook doen. I am wealthy, I'm productive, connected, creating, healthy, traveling, organized. En die organized heb ik recentelijk toegevoegd, want het waren een beetje de apps waarvan ik niet zo goed wist wat ik er nou mee moest. Dus instellingen en de weer-app. Ik dacht, ja, die wil ik er wel graag op houden, maar in welk mapje moeten ze anders? Geen idee. Dus toen had ik er maar organized van gemaakt. En dan zie je aan de linkerkant de Fastic-app. Dit is een widget. En ik vind het heel fijn omdat ik hierin kan zien op hoeveel uur ik zit. Vooral als ik de vast, zeg maar, nog mag breken. En als ik dan daarop klik, ga ik meteen naar de widgets. Vandaag begon ik met eten om 11:52 uur, omdat ik gisteren om 7 uur had avond gegeten. Dus meestal probeer ik tussen 12 en 7. Dan kom je namelijk makkelijk op die 16. Maar ik heb hem standaard staan op tussen 12 en 8. En in de januari reset video heb ik wat meer toelichting hierop van waarom ik dit überhaupt doe. Dan in het eerste mapje, er staan mijn bankapps en mijn apps voor investen, zoals de Giro en bijvoorbeeld PayPal. Dus alles wat met geld en inkomen te maken heeft. Dan in het tweede mapje staat Notion, de kalender, ik kan hem even openen. En notities, mijn mail, OneDrive, daar sla ik heel veel dingen in op. Bestanden, foto's, wat ik niet wil kwijtraken. Teams, voor een klant die altijd meetings houdt via Teams. YouTube Studio voor de analytics en Duolingo, omdat ik weer meer Spaans wil gaan leren. Daarom staat hij in die productive. Ik had eerst I am learning, maar er stonden eigenlijk maar twee apps in. Dus dat vond ik zonde van de ruimte. Dus ik heb die weggegooid. Dan heb ik foto's hier beneden neergezet. Omdat ik toch graag wat sneller naar foto's kon gaan. Dus daarom staat foto's daar. Dan I am connected. Hier staat letterlijk alle social media en de WhatsApp. En messages en dingetjes in. I am creating. Hier zijn wat apps die ik gebruik. CapCut om TikTok en Reels te editen. Planoly en Later zijn voor Instagram te plannen. Kan je trouwens ook Facebook en zo op plannen. Repost is voor user-generated content, om dat te reposten. Lightroom voor wat foto-editing. Maar inmiddels heb ik dat al heel lang niet meer gebruikt. Ik gebruik eigenlijk gewoon de settings in iPhone zelf. Bijvoorbeeld wat lichter of contrast wat meer. LTK Creator is voor affiliate en Anchor is voor mijn podcast. En daar zit ook een aparte video over online. I am healthy. Hier staat de health app. En die heb ik geconnect met mijn Apple Watch. Zorg online is van de huisarts. En ik heb hier recent ook de Jumbo app aan toegevoegd. Omdat als ik gewoon boodschappen ga bestellen, is het altijd gezond. En ik wist niet zo goed in welk mapje die anders moest. Dus ik dacht, ik doe die erbij. En podcast en muziek, waarom staat die bij I am healthy? Die heb ik nodig als ik een workout ga doen. En workout track ik allemaal in RepCount. En meestal met cardio doe ik muziek. En met krachttraining luister ik een podcast. Ik heb ook een eigen podcast. Ik ben bezig met meer afleveringen. Mocht je het leuk vinden, dan kan je het linkje daarvan in de beschrijving vinden. Dan hebben we nog I am traveling. En hier kan je de kaarten vinden. Flitsmeister, Easy Park, dat was Park Mobile. Dat is echt sinds vandaag veranderd volgens mij. Schiphol, KLM en UJ. En UJ is een hele leuke app. Hier kan je van alles vinden. Hotspots. Kan je favorieten toevoegen van waar je bent geweest. Of als je wat zoekt. Nou, bijvoorbeeld Dubai. Even kijken hoor. Hier zie je dat ik wat heb gezegd over dit restaurant. Je kan ook heel makkelijk leuke dingen zoeken. Bijvoorbeeld lunch. En dan krijg je hier Most Added in Amsterdam. En dan krijg je in waar je op dat moment bent. Maar je kan ook vanaf hier gewoon voor de rest van de wereld bekijken. En dan zie je allemaal leuke lunchopties. En dan kan je daar weer verder klikken. En ja, hier restaurant, lunch, brunch. Kan je kijken van oké, wie staat op nummer
1 bij koffie bijvoorbeeld. Nou, het is een hele leuke app, zeker als je op een citytrip gaat. Dus ik zou het zeker aanraden. En ik heb ook een account waar je mij op kan volgen, waarin ik al mijn favoriet heb gedeeld. En ja, je kan me gewoon vinden via Julia Verbij. Dan gaan we weer verder naar het laatste mapje. Dat is dus die I am organized. Hier staan gewoon de basic dingen in die ik niet van mijn homescherm wilde verwijderen. En daarnaast dus foto's. Onderaan heb ik bellen, Telegram. Dat is een soort WhatsApp, maar dat gebruik ik al 8 jaar lang om met mijn vriend te communiceren. En achteraf vind ik dat heel prettig, omdat ik dan niet per se online hoef te gaan op WhatsApp om met hem te praten. Ik ga deze screen record nu even opslaan, voordat die straks verdwenen is. Dan zie je rechts onderin Daily Habits. En dit is gelinkt met mijn Notion. En hier hou ik al mijn Daily Habits in bij. Er staat ook aparte video over online. En kan je ook meer in vinden in de februari reset en de Notion video. Hoe ik mijn leven organiseer in Notion. Maar die Daily Habits doe ik elke dag. En hier op de volgende pagina heb ik dan al mijn favoriete pagina's op Notion. En deze template heb ik helemaal zelf gemaakt. Dit is een soort life planner waarin je echt van alles kan bijhouden en tracken. En ik heb daar gewoon een grote widget van toegevoegd, zodat ik daar makkelijk kan doorklikken. Dan heb ik onderin een Pinterest widget. En die heb ik zo ingesteld dat die mijn vision board, die ik gemaakt heb op Pinterest, elk uur 1 post van laat zien. Dus elk uur als je kijkt heb je weer een beetje nieuwe inspiratie, iets van je vision board. Gewoon zodat je weer eraan herinnerd wordt. En als die elk uur verandert, dan denk je elke keer, oh leuk. Want als het altijd hetzelfde is, vanzelf kijk je er niet meer naar. Dat is een nadeel met zo'n vaste foto of zo. Dus ik vind het eigenlijk heel leuk, zo'n Pinterest widget. En dan in dit vakje waar nu niks staat, had ik eerst een kleine screen time widget. Maar ik keek daar niet echt heel veel naar. Ik had daar niet echt wat aan. En ik heb voor mijn werk ook gewoon best wel veel screen time. Dus ik dacht, ik wil daar iets anders neerzetten. Ik wilde eerst een home widget, maar die hebben ze helemaal niet. Dus dat vond ik wel jammer. Dus ik heb hier eigenlijk nog plek vrij om nog iets anders leuks toe te voegen. Ik dacht misschien iets van shopping apps en Netflix of zo. Maar eigenlijk doe ik dat toch meer op mijn iPad en niet op mijn iPhone. Dus ja, ruimte om te groeien. En dan als ik vanaf hier de andere kant op slide, dan heb ik hier bovenaan maps. Maar als ik dat nu doe, kan je mijn locatie zien. Dat vind ik niet zo prettig. Maar die staat bovenaan, zodat ik snel een locatie kan intypen. Daaronder een weer app. De bonuskaart, zodat ik bij de kassa gewoon 1 swipe snel kan scannen. Daaronder de tijden van volgers uit TikTok. Zodat ik weet als ik ga posten, is het bij hen midden in de nacht of zijn ze net wakker. En onderin de batterijen van mijn telefoon en Apple Watch. Het is wat later op de dag en ik lig al in bed. Mick is bijna thuis, dus ik dacht in plaats van te slapen wacht ik even tot hij er is. Anders word ik toch zo weer wakker. Maar ik heb dit veranderd. In plaats van Daily Habits heb ik hier gewoon een linkje naar mijn hele dashboard. En dat vind ik er eigenlijk nog veel mooier en leuker uitzien. En je kan dit doen door een widget toe te voegen. En dan ga je naar Notion. En dan klik je deze aan en dan klik je daar de pagina die je erop wil hebben. Je kan dus ook favorites doen of recent. Kleine aanpassing, maar ik wilde toch nog even toevoegen aan de video. Voor het geval je ergens mijn telefoon ziet en denkt, hey, het is weer veranderd. Dan was dat de video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En als je nog een app aanrader hebt, laat het dan weten in de comments. En heel erg bedankt voor het kijken. Ik zie je snel in de volgende video. Bye!